PSV veegt de vloer aan met AZ. En ik heb in 27 jaar nog nooit een PSV gezien dat zo goed was als dit PSV. Natuurlijk 2004-2005 onder Guus Hiddink de halve finale van de Champions League bijna AC Milan uitgeschakeld. Maar dit PSV heeft zoveel meer voetbal, misschien iets minder kwaliteit, maar veel meer zelfvertrouwen, veel meer joie de vivre, techniek, spanning, schitterende combinaties. En daarmee is dit denk ik de sterkste ploeg van de Eredivisie. In ieder geval sinds Erik ten Hag vertrokken is bij Ajax. En het beste PSV wat ik ken. En ik hoop dat ze dat tegen Dortmund ook kunnen laten zien. En in de rest van de Eredivisie. Want dan sluit ik niet uit dat het de eerste Nederlandse Invincibles worden van deze eeuw.